In Het Gezicht van Nederland maken we deze keer nader kennis met de omroepstad Hilversum. Er is moed voor nodig om te voetballen in een plaats waarvan de naam uitgaat op een. Soms kan een bal raar rollen. De naam Hilversum is dan ook afgeleid van het oude Germaanse hil, dat heuvel betekent. De uitgang is een verbastering van heem. Hilversum, een plaats tussen de heuvels dus. Een andere verklaring van de naam is de saga van Hille en Hilvert. Een rijke boer in Laren verdobbelde op een avond zijn dochter Hille aan een man die haar graag wilde trouwen. Dochter Hille voelde er echter niets voor en besloot te vluchten naar een boerderij buiten Laren. Ze trouwde uiteindelijk met de eigenaar, boer Hilvert. De boerderij werd Hilvertsheem gedoopt. Later verbasterde dat tot Hilversum. Al sinds 4 maart 1424 is Hilversum zelfstandig. Met ruim 80.000 inwoners is het het centrum van het Gooi en de Vechtstreek. Als een echte tuinstad ligt Hilversum te midden van de Gooise bossen en heidevelden. De meeste Nederlanders zullen bij het noemen van de naam Hilversum in de eerste plaats moeten denken aan televisie en radio. Maar de stad heeft meer te bieden. Zo is Hilversum opvallend rijk aan architectuur van allure. Het werk van bouwers als Duiker en Van Salm, maar vooral Dudok. Mede dankzij de stedenbouwkundige inzichten van Dudok is het ook vandaag de dag nog mogelijk te genieten van de stilte van het Goois Natuurreservaat. Elke dag stromen de mensen uit de wijde omtrek hier massaal naartoe om er te werken of te winkelen. Met de auto of per trein. De treinen rijden in Hilversum gelijkvloers. Met als gevolg dat de spoorbomen hier zeer lang gesloten zijn. Hilversum streeft ernaar dat de sporen verdiept worden aangelegd. Zodra dat lukt, is dit probleem opgelost. Een groot aantal winkelvoorzieningen is geconcentreerd in de Kerkstraat en het Hilvertshof. Wie zich een weg baant door de drukte, kan zich moeilijk voorstellen dat Hilversum in het midden van de vorige eeuw niet meer was dan een klein geïsoleerd gehucht op de hei. Toch zijn er in de huidige bebouwde kom nog veel sporen terug te vinden van het oude heidedorp, zoals deze voormalige boerderijen. En met wat fantasie herken je in dit soort typische driehoekige pleintjes een van de oude brinken. Op de kerkbrink staat het Goois Museum. Hier kan men terecht voor de geschiedenis van Hilversum, die uitersten heeft gekend van schrijnende armoede en ongekende weelde. Het landschap hier in het Gooi is gevormd tijdens de voorlaatste ijstijd. Dat was het Salien. Toen lag er hier een ijskap die relatief dun was, namelijk 250 meter hoog. Dat is dun. En die stuwde de grond voor zich uit en zo is deze heuvel er gevormd. Wat je nog kunt zien zijn vooral de grote stenen die hier nog in het Gooi aanwezig zijn. Vaak wat in de ondergrond. De Hilversumse kei is daar bijvoorbeeld een voorbeeld van. Toen het ijs zich 200.000 jaar geleden had teruggetrokken, kwam er hier nieuwe bevolking en dat waren toen nog de Neandertalers. De mensen zoals die nu bestaan waren er toen nog niet. Wat u hier ziet is een reconstructie van de Neandertaler. Je weet dat natuurlijk nooit zeker hoe ze eruit hebben gezien, maar aan de hand van de schedelfragmenten die er wel zijn, kun je er vrij zeker van zijn dat het aardig nauwkeurig is. Zo beroemd als de grafheuvels en potten uit de bronstijd zijn, zo weinig bekend is dokter Van Hengel uit de vorige eeuw. Toch was hij een indrukwekkende figuur. Jan van Hengel is hier arts geweest. Hij leefde van 1811 tot 1892 en een groot deel van die tijd heeft hij hier in Hilversum gewoond en gewerkt. Hij is bijvoorbeeld degene geweest
die het verband legde tussen de mestvaalten die overal in het dorp lagen en de grote verspreiding van de tyfus. Hij was ook iemand die probeerde om op grote schaal de bevolking in te enten tegen koepokken. Dat was in die tijd was dat net in ontwikkeling gekomen. Hij woonde vlakbij het museum, waar nu de apotheek is. Daar was zijn woonhuis. Oorspronkelijk neem ik aan ook inderdaad met een bijbehorende apotheek. Dat zal er rechtstreeks uit voortgekomen zijn. Op het huis is nu dus ook nog een gedenksteen te zien die aan Jan van Hengel en zijn werk herinnert. Zoals gezegd was Hilversum afwisselend arm en rijk. Toen in 1874 de spoorlijn werd aangelegd, vestigden zich hier steeds meer welgestelden. Niet om te werken, maar vanwege de schone lucht. De Pinetum is hier gekomen doordat er ooit een keer een rijke bankier was die een groot stuk grond had. Na zijn overlijden is dat stuk grond is verkaveld. En de kinderen Blijdenstein hebben toen op patum bepaald dat het stuk waar we nu eigenlijk met z'n allen op staan, ten doel van de wetenschap moest komen. Nou, dat is gebeurd en in de loop der jaren, en ik spreek dan over een tijd van zo'n 80 jaar, is er een pinetum ontstaan. Ja? Een pinetum, dat wil eigenlijk zeggen een verzameling van naaldbomen, een verzameling dennenbomen. Nou, als we om ons heen kijken, dan zien we nogal wat verschillende soorten. Het is een unicum. Het is op het ogenblik een van de grootste collecties die we kennen op deze aardbol. En dat komt mede doordat we niet alleen de coniferen zoals we hier rondom ons buiten zien staan hebben. Maar we hebben ook in de kassen hebben coniferen. En daar vinden we subtropische en tropische coniferen. En dat zijn coniferen die zien er totaal anders uit. Die hebben vaak grote bladeren, dikke bladeren, brede bladeren. Totaal afwijkend van wat we eigenlijk buiten zien. Ja, een van de mooiste bomen vind ik hier zelf in de tuin. Dat is de Sequoia dendron, ofwel de mammoetboom. Hele zeldzame boom toch wel, ook hier nog steeds in Nederland. Hij wordt wel steeds meer aangeplant door mensen. Maar wat is zo leuk aan deze boom? Hij heeft eigenlijk een hele zachte bast. Er is ooit iemand geweest die heeft gezegd, nou, het is de boksboom. Dus je ziet in één keer zie je allemaal van die mensen beginnen op te slaan als een idioot en gewoon hun stress, denk ik, kwijt te raken. Maar als je dus heel voorzichtig is op die boom drukt, dan zie je dus dat gigantisch veerkrachtig is. En als die boom nog nat is, dan is dat nog veel veerkrachtiger. Hier in dit pinetum kan men de laatste exemplaren van bijzondere soorten coniferen bewonderen die op geen enkele andere plaats in de wereld te vinden zijn. Hilversum is rijk aan natuur. De uitgestrekte bossen en heidevelden worden met grote zorg behouden door natuurmonumenten en het Goois Natuurreservaat. Om de hei op peil te houden, laat men er speciale witte runderen grazen. Midden in de natuur staat het ziekenhuis Zonnestraal, een van de mooiste ontwerpen van Jan Duiker. Het straalt licht, gratie en eenvoud uit. Het stamt uit 1927 en was bedoeld voor TBC-patiënten. Het is niet gebouwd voor de eeuwigheid, want men hoopte dat de tuberculose snel overwonnen zou zijn. Dan kon Zonnestraal weer worden afgebroken. Inmiddels staat het op de monumentenlijst en zoekt men naar wegen om het te redden. Zo is Hilversum rijk aan jonge monumenten. In het centrum staat Gooiland van de architecten Bijvoet en Duiker. Maar wie Hilversum zegt, zegt vooral Willem Dudok. Vanaf de jaren 20 ontwikkelde hij karakteristieke wijken. Voornamelijk sociale woningbouw voor arbeiders. Daarnaast vind je van zijn hand parken, vijvers en openbare gebouwen zoals scholen. In totaal zijn er zo'n 75 ontwerpen uitgevoerd. Dat het zo'n persoonlijkheid was. Net al, en dat zag je aan alles in bouwwerken. Welke bouwwerken het ook waren. En die worden steeds herkend. Dan zeggen ze, hé, dat moet Dudok zijn. Zoals Rembrandt, als Rembrandt herkend wordt. Of van Gogh door Van Gogh. Zo was Dudok. Zijn bouwstijl was eigenlijk altijd gegroeid uit de situatie. Vandaar dat hij wel verschillende situaties gaf, verschillende soorten bouwwerken. Dus hij begon altijd met de situatie zoals hij die aantrof. En als hij die mooier was, dan maakte hij hem mooier. Hij is dus, daardoor kwam hij terecht bij de tuinstad. En zo noemde hij het ook. Hilversum is de tuinstad van Amsterdam. En hij was zelf Amsterdammer, maar hij was... En toen heeft hij gezegd dat de natuur is de enige aanleiding om hier te komen wonen, toen. En die zegt, die moet je dus bewaren. Dus dan heeft hij een beëindigingsplan gemaakt. Niet uitwaaieren in het land, dat het eindeloos doorgroeit, maar hij heeft dus een beperkt aantal
inwoners verondersteld. En het is merkwaardig, het is het ook geworden. Hij zei, die stad moet niet groeien en dit raadhuis moet ook 100.000 inwoners kunnen bedienen. Het is 100.000 geworden, dat is een soort vooruitziende blik, zou je kunnen zeggen. In 1923 werd de Hilversumse draadloze omroep opgericht. Dit was toen een belangrijke uitbreiding van de werkgelegenheid naast de bestaande industrie. Nu werkt 27% van de bevolking direct of indirect voor de omroep of voor een van de talrijke andere audiovisuele bedrijven die in de loop der jaren naar Hilversum zijn getrokken. Achter de schermen wordt er keihard gewerkt. Aan de lopende band worden hier programma's gemaakt, dramaseries, quizzen, documentaires, journaals. Kortom, de dagelijkse zendtijdvulling die in de huiskamer zo vanzelfsprekend lijkt. Een enkele pionier herinnert zich nog de tijd dat radio en televisie allerminst de gewoonste zaak van de wereld waren. Oh nee, juffrouw Struis, laat ik u dan zeggen. Laat mij maar alleen gerust kale neet zeggen, zolang ze niet meedoet aan die vieze stiekem spelletjes van uw kinderen. Wat zegt u daar? Vieze spelletjes? Ja, jazeker. Broekje wip op zolder. De hele buurt weet ervan. Nou, u en ik weer. Heb je ooit... Klein waarheid op, Ritja. Ja, hier met Willeke Alberti en Jacques Commandeur. En dat was heel bijzonder natuurlijk. 13 maanden daaraan werken, 26 delen. En een mooie rol om te doen van een vrouw van, nou zeg, ongeveer 30 tot 65. Dat pionierswerk, dat had iets, als ik eraan denk, dan krijg ik weer het hele vertederde gevoel van, oh, wat was dat leuk, we het hebben gelachen. Dat er tijdens je spel gechangeerd werd en dat je daar een man op handen en voeten ergens langs zag kruipen met een grote palm in zijn hand, want die moest in het volgende shot ergens anders staan. Ik bedoel mij, en jij maar doorspelen, hè, bloedserieus, maar dit waren verrukkelijke tijden gewoon. En de spanning die er natuurlijk heerste van jongens met z'n allen er tegenaan, nu moet het goed gaan. Ik had ook altijd de zenuwen, hè, want meestal hadden we niet eens de tijd voor een hele generale. En wat er ook gebeurde, je ging door, want het was live. Alles was live. Het was wel spannend. Hè. Inmiddels is er veel veranderd, ook bij de radio. Aan de Hilversumse radio zijn verschillende orkesten verbonden. Zoals het Radio Symfonieorkest, het Radio Kamerorkest en natuurlijk het Radio Philharmonisch. Stuk voor stuk orkesten van het hoogste niveau. Vier muzici hieruit vormen samen het Rafael-kwartet. Momenteel het tweede strijkkwartet van Tristan Keuris. Wie is dat? Tristan is niet alleen een eminente componist, maar hij is ook mijn buurman. Hij heeft het op wens van de omroep voor ons geschreven. En het werk begint ook met een passage die voor cello alleen geschreven is. En ik vlei me als ik dat speel. Dat ik denk dat hij aan mij persoonlijk gedacht heeft. Dat is zeker zo, hè? Dat weet je. Ik zag hem erg vaak voorbij komen en op een van die dagen kreeg ik het idee om een stuk met een cello solo speciaal voor mijn passerende bijna buurman te schrijven. En daarin is ook eigenlijk daaruit is een groot gedeelte van het kwartet ontwikkeld. De tuinstad Hilversum wordt door oude inwoners nog steeds het dorp genoemd. Al is het inmiddels een plaats van allure waar het gonst van de bedrijvigheid. Maar de rust van de omliggende natuur en het vele groen zijn gelukkig gebleven. Volgende week een portret van de gemeente Deventer. Dan is het nu weer tijd voor een klein kwartier vogels kijken. Deze keer doen we dat bij de Akkerdijkse plassen.